Nou, vandaag gaan we een versus video maken van Verona en Rebecca tegen Bella en Tessa. Precies. En wat gaan we doen? Achter elkaar aanrennen. Achter elkaar. Nou, we gaan kijken welk paard het beter luistert. En ik zeg Verona. En ik zeg Bella. Wat zeg jullie? Ik ben wel benieuwd wat jij van tevoren denkt, dus laat dat alvast weten in de comments. Ja. We gaan nu in ieder geval, wat gaan we als eerste doen? Misschien de eerste opdracht is je paard achter je aan laten lopen. Oké. Ja? Dan mag jij beginnen. Oké. En dan ga ik daarna, dat is het makkelijkste. Ja. Nee, dat is roepen. Je moet naar de toe en dan moet ze achter je aan. Kom. Kom. Kom wel. Jeetje, kom. Kom nou. Goed zo. Maar dat is niet achter je aan. Oh, dat is beter. Oh. Nou, ik denk dat die wel klopt. Oké, nou dan ben ik. Nou, nu gaat mijn moeder. Ik ben benieuwd. Verona, kom. Ja, Bel, wat is ze nou aan het doen? Volgens mij denkt ze, ik sta best hier. Ja, paard, wat is ze nou aan het doen, hè? Nou, ik denk dat Tessa heeft gewonnen. Heel goed. Nou, de volgende is... Even wachten, Verona ligt even, dus we moeten even op Verona wachten. Lekker ding hoor, gewoon. En ik had er nog wel gepoetst. Goed, Tess heeft de eerste challenge gewonnen. Wat wordt de tweede? Achteruit lopen. Achteruit lopen, nou begin maar. Ah, ze heeft al heel keurig achteruit gelopen. Nou, ik vind het helemaal mooi. Nou, dan ga ik. Ja. Verona, kom. Joehoe. Nou, daar gaan we weer hoor. Daar zit een Jul. Nou, eigenlijk zijn wij dat er wel, ja. Ik denk dat ik gewonnen heb nu. Ik denk van niet. Ik denk van wel. Ik denk van niet. Nou jongens, laten jullie dit maar in de comments achter. Ik zeg, ik heb deze gewonnen, want ze deed sneller dan Bella. Nou, Bella die deed meteen, maar toen ging ze voorlopen. Ja, dus ik zeg, deze heb ik gewonnen. Nou gaan we lastig doen, maar voor Bella en mij een lekkere makkelijke. We gaan hoofd tussen de benen doen. Ik vind het best wel makkelijk, want Bel denkt alleen maar kom je hier met de snoepjes. Nou, succes. Ik ben benieuwd. Ja. Ga maar. Oké, Bel. Let goed op, kijk. Er zit wel een balk tussen, maar goed. Ik hoop dat jullie het wel kunnen zien. Nee, Oli, kijk. Nee. Hey. Joel. Petjes en oefeningen op je kop is niet onwijs handig. Ja. Tussen de benen, hè? Ja. Ja. Oh, dat heb ik niet gedaan. Hé, hey, kom terug. Kijk,
Het was jouw opdracht hoor, niet de mijne. Nee. Doe maar voorzichtig, Tess, alsjeblieft. Misschien moet je er even weer achteruit zitten. Nou, die ben ik heel keurig. Nee, ja, oké. Okay. Nou, laat maar in de comments weten wat jullie ervan vonden. Of dat keurig was of... Nou, komt het echt een spektakel. Verona, kom. Nou, niet nooit, maar niet heel vaak. Oké. Okay. Ik heb een snoepje. Ja, ik denk dat ik gewonnen heb. Nee, want... Ja, ja. Nou, dit wordt een hele makkelijke voor mij. Want we gaan een kusje geven en Bel is er heel goed in. Bel heeft vandaag niet haar dag, Tess. Normaal doen ze hem gelijk zo. Ik weet het. Ja, nee, dat moet ze wel los doen, hè. Niet als jij de hals er vast pakt. Los, zonder hals er vast te houden. Nee, dat is vals spelen. Dan kun je dat zeggen zo. Nee, zonder, ze moeten doen zonder dat jij er vasthoudt. Ja, ik... Nou, dat was niet een heel best kusje. Goed, Verona, dit kunnen wij helemaal niet. Dus we gaan het even... Ja, ze gaf een kusje, je zag het net niet. Ja, nou, nu is Verona, kom. Nou, jongens, het wordt een hele... een kusje geven. Kunnen we dat? Hier, denk snoepjes. Hier, daar. Daar. We gaan lekker op bij daar. Daar. Het zo braaf. Nou, ik vind dat ik deze heb gewonnen. Jij! Laatste. Nou, dat is de bepalende ronde. Niet echt, ik heb Dus, oké. Okay. Ja? Nee, toppie. Oké. Okay. Dat ze moeten... De laatste... Oh. Dit is de bepalende ronde, dus... Dat ze naar het hek moeten komen. Nee, dat is oneerlijk. Dat is echt oneerlijk. Waarom is dat oneerlijk? Dan mag ik een peen, dan mag jij snoepjes. Is goed hoor. Nee. Dat is oneerlijk jongens, dat is heel erg oneerlijk. Verona is 15, Bel is 5. Verona doet het altijd, ik hoef alleen maar het hek open te doen en dan is het klaar. En Bel die blijft gewoon staan. Nee, dan weet ik even wat jij moeilijk vindt. Oké, vertel. Doen we die als laatste? Ja, nou deze is dus als allerlaatste toch? Nee, de ene laatste. Want als laatste doen we dan dat ze naar het hek moeten komen. Nou, wat is de ene laatste? Nee, dit wordt de laatste. Nou, wat is de laatste? Vertel. Dat ze met hun nek... Kijk even. Dat ze met hun nek naar hun rug zo moeten. Oh ja, oké. Okay, nou, ik maar. Begin. Tess heeft besloten dat de snoepjes niet goed waren, dus die heeft een peentje gepakt en gaat nu beginnen aan haar challenge, aan haar stukje. Het is gezond, peentjes eten, wortel. Ja, alles gaat beter als je iets hebt wat ze lekker vinden. Nou, heel goed hoor. Gisteren hadden we een video opgenomen van Bella versus Verona. Helaas had Tess vergeten op het knopje te drukken van play bij de laatste uitdaging. Dus die ga ik nog even snel doen. Daar is ze. Dus daar heb je neus naar je buik. Dus dat is hier. Als je erop staat. Ja. En ook de andere kant. Nou, voor een peentje doet Bella het wel hoor. Oh, Tess denkt ik doe gelijk even alle oefeningen nog een keer. Zag je dat? Ja, ik zag het.
Tessa had duidelijk gewonnen als ze peentjes had gehad. Maar ze had geen peentjes, maar snoepjes die paarden helemaal niet lekker vinden. Dus dan zijn ze iets minder gemotiveerd. Oh. Maar goed, Veronie deed wel, dus vandaag ben ik de winnaar! Yay! Dat gebeurt nooit hoor, echt nooit. Dus de volgende keer, als jullie dit leuk vinden, gaan we het nog een keer doen. En dan mogen jullie hieronder opdrachten neerzetten. Ja, en we gaan niet oefenen. Ik ga de volgende keer mijn peentjes doen. Precies. We gaan niet oefenen, we gaan het dan gewoon doen. Ja. Dus laat hieronder een opdracht achter als je dat leuk vindt voor een volgende video. Voor nu bedankt voor het kijken. Geef vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg! Ja.